Hallo. Hallo. Hallo, is er iemand? Hallo. 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 Rustig, rustig. He, he. Zo, schrok u. Nee. Nee, ik moest zo lachen omdat u riep volk, want er is niemand daar binnen hoor. Oh, dat is jammer. Dat dacht ik eigenlijk al. Ja, dat komt zo. Ik moet een foto laten maken door een fotograaf voor in mijn paspoort. Maar is er niemand op en u misschien de fotograaf? Nee, er is hier helemaal geen fotograaf. Oh, dat is ook een klein bedrijfje, zeker failliet. Dat hou je niet vol, hè. Nee, meneer, luister eens even. Ja? Dit is een foto-automaat. Het is toch heel makkelijk? Een foto-automaat. Oh, een foto-automaat! Ja! Ik verstond nu even niet goed. Ik denk, wat zou een foto... Wel, nee, gewoon foto-automaat. Foto-automaat, ja, dat kan ik wel. Dat kan ik wel. Foto-automaat. Nou. Foto-automaat. Dat is lekker. Foto-automaat. Nou ja, goedemiddag. Als er geen fotograaf is, dan ga ik maar verder op. Goedemiddag. Meneer, luister wel. Ja. U kunt dat hier zelf doen. Zelf een foto maken. Oh nee. Oh nee, dat heb ik thuis ook een keer gedaan. Daar komt niks van weg. Dat komt niet. Dat heb ik thuis ook. Daar heb ik zo een toestelletje voor me gehouden zo. En dan drukte ik af, maar dan schrok ik van de flits. Dus ik kreeg hem... Nee, dat is niks. Nee. Hoe keek u toen op die foto? Nou, ik drukte af en dan schrok ik van de flits en dan kreeg ik... Nou, dan kom je ook niet het land mee uit. Nee, dat kan ik zo niet in mijn pas plakken, hè. Dat kan niet, hè. En je komt het land niet meer in, ook. Nee, je gek. Dat kan je wel vergeten. Nee, luister eens, meneer. Het is hier heel erg simpel. Je hoeft niet zelf af te drukken. Alleen maar een gulden in de gleuf. In de gleuf? Ja, meneer. Er is er een gleuf opzij van de automaat en boep, gulden in de gleuf. Niet de gleuf. Dus een gulden erin en dan gaat het flitsen vanzelf. Dat ga ik proberen, dat wil ik toch wel eens proberen. Oké, veel succes. Oh, dan moet je wel een gulden hebben natuurlijk. Ik heb geen gulden. Ik heb alleen een briefje van 5. Kan u misschien wisselen? Nou, ik geloof het wel, want ik heb zelf losse gulden meegenomen. Oh, wacht even, kijk eens meneer. Ik heb er 4. Ja? Geeft u mij dat briefje van 5, maar zal ik wel even wisselen, krijgt u zo die gulden wel, hè? Oké, meneer. Ja, nee, wacht, ho. Wat? Wacht, nou krijg ik nog een gulden. Ik heb aan mijn vina, krijg ik nog een gulden van u. Ja, nou, dat zeg ik toch net. Ik moet even wisselen, dan krijgt u die gulden. Ja, maar ik krijg dus nog een gulden. Ja, gaat u nou dat hok in, meneer. Het duurt allemaal uur een gordijntje dicht. U wou er vandoor met mijn gulden. Wel, nee, meneer. Waarom doet u dan het gordijntje dicht? Alleen even het gordijntje dicht, anders mislukt die foto misschien. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Daar heb ik nog nooit van. Ik maak al jarenlang maak ik foto's. Nooit hoeven de gordijnen dicht. Eén keer heb u een gulden van mij. Moet ineens de hele boel verduisterd worden. Dat is wel toevallig. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik sta hier om u te helpen. Dan ben u een duur hulpje. Dan moet u niet beledigend worden, meneer, want anders stap ik gelijk op. Ja? Ik bedoel het niet beledigend, maar ik vind je moet... Maar ga het hok in, hup. Blijf maar staan. Ja, ja. Blijf maar staan. Ja, oké. Okay. Schiet maar op. Hupsakee. Wat doet u nou? Ik kijk even of u er niet vandoor ging. Ah, wat een baan. Nou, kijk nou eens. Hier, kijk eens, alsjeblieft. Maar echt zo'n vierkante kop heb ik toch helemaal. Dat is uw kop ook niet, dat is de binnenkant van dat hockey. Ja, hij lijkt er wel. Ja, die kan ik zo niet in mijn pas plakken natuurlijk. Nee, natuurlijk niet meneer, dat kwam omdat u bukte. Ja, om te kijken of u er niet vandoor ging. En toen ging de flitser, hop. Ja. Zeg, zouden ze de foto goedkeuren als ik zeg dat ik net bukte? Oh. Zeg toch niet zulke stomme dingen, ga dat ding. Rustig, gordijntje dicht. En blijf verstaan! Blijf verstaan! Ja, jongen, zo de zweep! Ja. Nou, doet u het weer! Omdat u zo schreeuwde! Maar dat was... Nou, kijk nou, alsjeblieft! Nou, maar kijk, je ziet het gordijntje wapperen van uw geschreeuw!
op blijven staan. Dat maar... gaat er nou in. En nou blijf je staan, hoor. Ja, ja. Oh, oh. Blijf je staan. Oh. Wat is er nou? Lachen. Huh? Lachen. Lachen? Ja, natuurlijk. Blijf je staan en vriendelijk lachen. Flitser moet misschien even bijladen. Nou, rustig maar. Blijf staan! Ja. Lachen! Nou, oh, ja. Niet hard op. Nou. Ze kan het zijn dat hij misschien kapot is. Er gebeurt niks. Ik sta maar te lachen, maar er gebeurt niks. Ja, nooit is dat ding stuk volgens mij. Ja, er is hier een bordje. In geval van storing bellen 765. Oh. Daar is het telefoon. Heb ik... Oh, daar moet een kwartje in. Heb u een kwartje? Een kwartje. Dan moet ik even kijken. Ha! Nou heb ik nog maar één gulden. Nou ja, wie niet waagt, wie niet wint. Ja, lekker wagen met mijn gulden. Nou zeg, kom. Ga hier om u te helpen, hoor. Ja, nou. Nou, rustig blijven staan. Ja. Lachen. Ja, ja. Oh jee. Wat nou? Hij rolt niet door. Wat rolt niet door? Mijn gulden rolt. Hij zit klem in de gleuf. Nou, doorduwen, misschien met een mes of zo. Ja, ik geloof in de mes. Gewoon doorduwen met een potlood. Ja, pak hem. Ik ga hem. Hé, heb je hem net door... Rek, hij is... Hé, waar bent u? Meneer, waar zit u? Meneer, waarom zegt u nou niks? Ja, ik heb nou wel...